Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik denk dat na mijn laatste video heel veel mensen zaten te popelen om deze video. Waarin je gaat zien hoe de make-up wordt, hoe ik het ga aanbrengen. Dit is dus de make-up look, dus je kunt het al een beetje zien. Ik had heel veel plezier om alle make-up te testen. Ik ben ook vrij positief over veel dingen. Sommige dingen waren een beetje... Maar veel waren ook gewoon heel goed. Nou, ik heb dus al in mijn vorige video al deze make-up geunboxed. Dus als je die video al hebt gezien, weet je al wat ik allemaal ga testen. Als je de video nog niet hebt gezien, klik dan even hier. Dan is het misschien handiger als je eerst die video bekijkt en dan deze. Dat is wel leuk. Het hoeft niet per se. Je kunt ook gewoon alleen deze video bekijken. Ik ga dus een hele make-up look maken met allemaal nieuwe make-up. Alles is nieuw. Dus ja, ben je benieuwd hoe ik deze make-up look heb gemaakt en wat ik van alle make-up vind? Blijf dan gewoon even kijken. Daar ben ik dan met niks op mijn gezicht behalve een dagcreme. Ik begin altijd eerst met mijn wenkbrauwen, dus dat ga ik nou ook doen. Dus ik ga eerst de Duo Brow Definer van Makeup Revolution gebruiken in de kleur Dark Brown. Dark Brown was de donkerste kleur, zover ik kon zien op de website van Boozy Shop. En ik zag in een video dat die best wel donker uitvalt. Ja, ik gebruik normaal zwart. Nooit dark brown, maar ja, ik ga nou een keer wat anders proberen. Hij ziet er heel mooi uit. Hij is zwart mat. En aan de ene kant heb je een spoelie en aan de andere kant het potloodje. Het potloodje is in een driehoekige vorm. Nou, ik borstel altijd eerst mijn haartjes omhoog en dan zo plat. Oh, ik hoop echt dat hij goed werkt, want hij is zo goedkoop. Dus als hij dan ook nog eens goed zou werken, is het helemaal top. Ik ben even een beetje ingezoomd, zodat jullie het goed kunnen zien. Het potloodje is heel creamy, dus brengt heel fijn aan. Alleen je kunt hier zo zien dat hij een beetje vlekkerig aanbrengt. Waardoor je wenkbrauw straks niet heel mooi smooth wordt. Nou, ik heb mijn wenkbrauw helemaal aangebracht. Ik ga ze nou even strak maken met concealer. Nou, mijn wenkbrauwen zijn af. Ik heb hier een aantal goede dingen over te zeggen en een aantal slechte dingen. De goede dingen zijn dat omdat het potloodje wat dikker is, je heel makkelijk alles snel kunt inkleuren. Ook vind ik de spoelie fijn en hij brengt heel creamy aan. De nadelen vind ik de kleur, de pigmentatie, want het wordt echt een beetje... korrelig of zo. En dat is niet echt heel mooi. Dan krijg je niet echt een hele mooie strakke lijn. Wenkbrauwen zijn altijd iets heel moeilijks voor mij. Want ik heb niet veel haren. Dus ik moet echt deze vorm creëren. Dus dit potloodje is helaas iets te dik voor mij. Waardoor ik niet echt perfect een goed figuurtje kan creëren. Het is nou wel gelukt. Maar het kost me iets meer moeite dan met mijn NYX potloodje. En dat potloodje is heel dun. Dus dat is voor mij persoonlijk wat fijner. Nou, we gaan vandaag voor een wat heftigere, kleurrijke make-up look. Dus dat betekent dat ik eerst met mijn ogen ga beginnen. En ik ga natuurlijk het Magic Palette paletje gebruiken van Juvia's Place. Deze was 35 euro. En deze hebben jullie natuurlijk ook allemaal gezien in mijn vorige video, de unboxing. Oh, deze kleuren. Ik heb echt nog geen idee wat ik ga doen. Maar het wordt in ieder geval kleurrijk. Ik ga gewoon, terwijl ik het opbreng, iets verzinnen. Ik heb geen nieuwe oogschaduw primer, dus ik ga gewoon deze gebruiken van Amique Makeup. Nou, ik ga eerst mijn ogen aftepen met een stukje plakband. Nou, dan pak ik eerst deze kleur om mijn oogschaduw primer af te poederen. Dan pak ik deze kleur als transitiekleur. Deze doe ik in mijn elkaarboog. Oh, er komt echt veel pigmentatie vanaf. Oké, ik moet niet zoveel pakken. Ik heb best wel veel gepakt nou. Ik moet dus, als ik iets minder wil, moet ik echt iets minder pakken. Want het is echt super gepigmenteerd. En ik ga weer lekker hoog. Echt bijna tot aan mijn wenkbrauw. Dit is een goede tip voor meiden die hooded eyes hebben. Want ik heb dat ook een beetje. Dit velletje valt een beetje over mijn ooglid. Als je dat hebt, moet je je oogschaduw allemaal iets hoger aanbrengen dan dat je normaal zou doen. Zo is het gewoon te zien als je je ogen open hebt. Want anders, ja, als je je ogen open doet, zie je niks meer als het te laag zit. Dan pak ik deze kleur met dezelfde kwast en dan ga ik er nog een keer overheen. Ik vind dit ook echt een hele mooie kleur. Het lijkt nou alsof ik het een beetje naturel hou, maar maak je niet druk. Het wordt kleurrijk. Ik weet al denk ik wat ik ga doen. Ik heb alleen geen idee hoe dit gaat uitpakken, want wat ik in mijn hoofd heb is een beetje apart. Maar ik hoop dat het gewoon mooi wordt. Weet je wat het ook een beetje is? Ik ben een beauty YouTuber. En dan is het ook zo saai als ik continu alledaagse make-up looks maak die je alledaags kunt opdoen en zo. Allemaal bruin en nude. En... of als je echt gek gaat doen, roze. Dus ik wil ook gewoon af en toe wat heftigere, kleurrijke looks maken. Dat is toch wel leuk om ook gewoon naar te kijken. Ik moet ook gewoon vandaag nog over straat. Mensen gaan echt denken, wat ziet deze clown eruit joh? Ik ga ook echt proberen zoveel mogelijk kleuren te gebruiken. Ik ga nou deze kleur pakken en die doe ik ook daarom, maar iets eronder. Mensen, ik moet wel echt zeggen, kwaliteit van dit paletje is echt wauw. En zo heel duur is hij niet eens. Hij is 35 euro. En je hebt ook echt superveel product. Ik ga deze kleur echt nooit opmaken waarschijnlijk.
Dan pak ik de meest donkerblauwe kleur in het paletje. Deze donkerblauwe kleur ga ik in mijn buitenste ooghoek doen. En met een kwastje ga ik dit uitblenden. Ik breng eerst allemaal blauw aan in een beetje een V-vormpje. En dan pak ik altijd een kwastje en dan ga ik het helemaal uitblenden in de transitiekleur. En dan pak ik de kwast die ik als transitiekleurkwastje heb gebruikt. En daarmee ga ik het weer allemaal in elkaar blenden. Ik doe hier verder niks meer op. Ik blend echt alleen. En dan breng ik weer iets meer blauw aan. En dit blijf ik gewoon doen totdat ik het gewoon genoeg vind. Nou, ik heb het er helemaal in elkaar ingeblend. Dan ga ik een halve cut crease maken van begin tot ongeveer hier. Waar het blauw een beetje soort van begint. Nou, zoals je kunt zien heb ik nou de cut crease gemaakt en hij vervaagt een beetje naar het blauwe toe. Nou ga ik deze mooie gouden kleur plakken. Nou ga ik deze mooie gouden kleur pakken en die helemaal op de cut crease doen. Ik was aan het twijfelen of ik deze lichtblauwe kleur ging doen, omdat het dan mooi matcht met deze blauwe kleur. Maar ik wil toch nog iets heftiger doen allemaal en ik ga gewoon voor een hele andere soort kleur. En natuurlijk weer MAC Fix Plus om mijn kwast nat te maken. Dit is echt heel mooi. Maar... dan bedoel ik ook echt heel mooi. Oh, kijk hoe leuk! Ik vind deze look echt leuk. En dan pak ik weer een beetje van het blauw om het hier in elkaar te blenden met het gouden. Ik vind het contrast van het blauwe en het gouden zo echt heel mooi. Gelukkig is het een beetje uitgekomen zoals ik het een beetje in mijn hoofd had. Nou, dit ga ik dan ook even aan die kant doen natuurlijk. Zal ik een leuk weetje vertellen over UVS Place? Dit is een black-owned company. Dus dit is een make-up merk die is gemaakt door donkere mensen. Vandaar dat de kleuren ook wat heftiger zijn, wat gepigmenteerder zijn. Dit is dus zodat die kleuren ook specifiek extra goed te zien zijn op een donkere huid. Ik dacht, is wel leuk voor jullie om te weten. Daarom is het dus allemaal zo goed gepigmenteerd en allemaal zo fel. Ik vind het echt heel mooi. Dit soort kleuren zijn inderdaad ook echt heel mooi op een donkere huid. Er is ook helemaal geen fallout. Er valt helemaal geen oogschaduw op mijn gezicht. Daar ben ik ook blij mee. Doordat ik nou dus het blauw hier met het gouden een beetje mix, wordt het daar ook een beetje groen. Dat is wel mooi ook om te zien. Ik ga iets erbij doen. Dit is niet nieuw, maar ik vind het wel mooi staan bij de look. Ik ga de Kiko gouden eyeliner erbij doen. En die ga ik hier op de lijn doen van het goud. En dan gewoon tot ongeveer hier. Deze is van de Free Soul collectie van de Kiko. En deze look komt zeker op mijn Instagram. Nou, ik vind het echt heel mooi geworden. Ik ga even een wing maken. Als eyeliner heb ik de Wet n Wild Felt Tip Eyeliner. Deze is ook lekker goedkoop, dus ik hoop dat die een beetje goed is. Want anders verpest hij deze mooie ooglook. Het is dus gewoon zo'n pen. Ik hoop echt dat die goed is. Nou, ik heb dit ook gedaan. Deze is echt... top! En hij is zo goedkoop! Ik gebruik altijd mijn Essence Waterproof Pen Eyeliner. Maar deze is echt veel beter. Het is ook echt super goedkoop. Hij is alleen wel iets minder groot. Maar ja, who cares, mensen? Deze top. Is echt een top eyeliner. Nou, ik heb mijn andere oog er ook echt mee gedaan. Echt, hij is gepigmenteerd. Hij droogt mat op. Hij brengt makkelijk aan. Het is echt top. Ik ben hier echt blij mee. Ik word altijd zo blij als betaalbare dingen echt goed werken. Dit is echt een aanrader. Nou, voor mascara heb ik de Graphic Lash Mascara in Black van Zoeva. En deze was ook maar 10 euro. Dus ik ga deze even opdoen en kijken wat ik ervan vind. Nou, deze mascara is ook echt gewoon prima. Niks speciaals. Hij maakt vooral lengte, niet echt volume. Maar ik vind hem echt gewoon prima, vooral voor 10 euro. Nou, als neppe wimpers gebruik ik de A14 van de AliExpress. Deze zijn wel nieuw. Dit pakje is nieuw, maar die wimpers heb ik al vaker gebruikt. Dus niks speciaals. Ik ga ze even opdoen en dan kom ik weer terug. Nou, mijn wimpers zitten erop. Nou, voordat ik verder ga met oogschaduw onder mijn ogen, ga ik eerst mijn gezicht doen. Ik ga eerst mijn gezicht primen met de LOV Aura Glow Primer. Dit is een glow primer, dus echt speciaal voor de droge huid. Of niet speciaal voor de droge huid, maar is gewoon heel fijn voor de droge huid, zoals die ik heb. Deze lijkt ook op de Hydra Pro Glow van de Kiko, die ik altijd gebruik. LOV is een nieuw make-up merk. Het valt onder Essence en Catrice, maar het is iets meer high-end, iets meer richting Maybelline. Maar het valt onder één bedrijf allemaal. En dit merk is te koop bij de Ethos, maar niet bij alle Ethos, alleen geselecteerde. Dus als je echt naar de Ethos gaat voor dit merk, ik zou dan eerst even online googlen of je er is bij die Ethos. Ik ga het even op mijn gezicht smeren. Het doet me inderdaad echt denken aan de Kiko Hydra Pro Glow.
Nou, hij geeft een beetje een roze glow. Ik hoop dat je het ook goed kunt zien op camera. Ik denk het wel. Het is een beetje rozig en een glow. En het lijkt echt nogmaals heel veel op de Hydra Pro Glow. Alleen het verschil is dat deze ook een beetje plakt. Dit komt dus omdat de Pro Glow van de Kiko geen primer is, maar eigenlijk een dagcrème. En dit is wel echt een primer. Dus als primer vind ik deze echt veel geschikter. Omdat hij je toch wel ook die glow geeft. Maar ook die plakkerigheid. Waardoor je make-up goed op je gezicht blijft zitten. En hij ruikt echt heel lekker. Dus ik vind deze primer echt toppie. Ik hoop echt dat hij gewoon er echt voor zorgt dat mijn make-up er goed op blijft. Maar ik denk het wel. Als foundation heb ik de Milani Conceal & Perfect Foundation. Deze foundation schijnt heel goed te zijn, heel dekkend. Ik heb hem in de kleur 03 Light Beige. Maanden geleden heb ik deze foundation al een keer gekocht in de kleur Sand. Nou, dat was dus echt zwaar verkeerd. Het was veel te geel, dus ik heb hem verder ook niet gebruikt. Dus nou dacht ik ga het gewoon een keer echt goed proberen. En ik heb nou gegokt op Light Beige. Wat ik altijd doe als ik foundation kleuren moet gokken online, is dan ga ik gewoon naar YouTube. Ik ga op zoek naar meiden met een beetje mijn huidskleur. En dan koop ik gewoon de kleur die hun gebruiken. Dus ik denk dat deze kleur wel goed is. Toen ik dus die Sand kocht, dat was het begin van mijn YouTube carrière. En toen wist ik nog niet goed hoe ik dat moest doen. Maar nou, dit wel. Dus ik hoop dat deze gewoon goed is. En ik ga hem gewoon aanbrengen met mijn beauty blender. Oké, misschien is hij te licht. Oh my god. Ik vind hem er best licht uitzien. Echt, foundation kleuren matchen online. Echt, het blijft moeilijk. Maar misschien is hij gewoon goed. Hij ruikt wel lekker. Oh nee, dat is niet de geur van de foundation. Ik heb deze spons net gewassen. En de spons ruikt dus lekker. Nee joh, de kleur is gewoon goed volgens mij joh. Godzijdank. Als je foundation kleur niet goed is, is echt bijna altijd gelijk gewoon je make-up look verpest. Die Sand was echt veel te geel. Deze foundation staat dus bekend omdat hij veel gele ondertonen heeft. Deze kleur die ik heb heeft ook een gele ondertoon. Maar ik had dus een beetje overdreven. Want Sand heeft echt een hele geel-gouden ondertoon. En zo geel-goud is mijn huid niet. Ik heb meer neutraal richting gele ondertoon. Nou, dit is wel echt een positieve video, hè? Bijna alles is goed. Alleen het wenkbrauwpotloodje vond ik niet zo. Ja, ik vind de foundation echt heel mooi. Ook ik ben hier positief over. Bijna iedereen is hier positief over. Ik had in mijn unboxing van deze make-up verteld dat ik deze wilde gaan proberen. Alleen ja, ik zie al, hij is veel te donker. Ik heb helemaal de verkeerde kleur gepakt. Maar ik heb hier nog een nieuwe concealer, dus ik ga gewoon die proberen. En dit is de Yves Saint Laurent Touche Éclat. Of zoiets, concealer in de kleur 1.5. Dus ik ga die uitproberen. Hij ziet er zo uit en dan moet je hier onder drukken totdat de concealer eruit komt. Ik hoop dat deze kleur wel goed is, want ik heb hem ook gewoon binnen gehad. Ik heb hem niet gematcht in de winkel of zo. Hij is wel weer lekker licht, maar als je mijn video's ook vaak hebt bekeken, weet je dat ik daarvan hou. Ik vind alleen zulke applicators niet altijd even fijn. En met mijn beauty blender ga ik hem inblenden. Nou, ik heb hem helemaal ingeblend. Wat vind ik van deze concealer? Het is absoluut geen volledige dekking. Dus als je echt veel wallen hebt of donker kringen en al die dingen, dan gaat dit echt niks doen voor jou. Als je gewoon een vrij normale huid hebt zoals ik, dan is hij gewoon prima qua dekking. Hij blendt op zich normaal. Niet heel makkelijk, niet heel moeilijk. Gewoon vrij normaal. Vind ik hem echt de 40 euro waard? Dat niet per se. Voor 40 euro verwacht ik toch wel iets meer kwaliteit. Nou ga ik mijn gezicht afpoederen met een Milani Translucent Powder in de kleur Light Medium. Ik ben hier echt ook heel benieuwd naar. Want qua poeders hou ik zo altijd op twee. De van Laura Mercier en de Beauty Bakery poeder. Dus ja, ik ben ook heel benieuwd hiernaar. Je krijgt niet echt heel veel. Kijk maar het verschil hier. En deze is 20 euro en deze 15. Je krijgt hier wel echt een stuk meer. Ik vind die gaatjes zo, ik vind dat nooit fijn. Ik vind dat nooit genoeg. Ik haal altijd heel dit witte ding eruit. Zodat ik gewoon lekker met mijn spons er gewoon helemaal in kan. Want ik vind die gaatjes altijd helemaal niks. Dus ik moet even kijken of dat wel lukt met deze om hem er helemaal uit te halen. Oh, wat wel handig is, is dat je hem kunt draaien. Je kunt hem open draaien en weer dicht draaien. Oeh, het is gelukt. Ik heb hem eruit. Nou, dit is dan de kleur. Ik kan hem niet helemaal op zijn kop houden, anders valt alles eruit. Het is een hele lichte nude kleur. Ik ga daarmee even baken. Ik vind het ook echt heel fijn dat hij niet heel wit is. Ik vind die van Beauty Bakery heel fijn, maar ik vind hem toch altijd wel iets te wit. Dus dat deze iets donkerder is, vind ik al wel fijn. Nou, ik ga dit er gewoon even zo op laten. Terwijl ik aan het baken ben, gaan we even de Sleek Face Contour Kit bekijken. Daarmee ga ik dus mijn gezicht contouren. Ik vind hem echt heel cute eruit zien, makkelijk om mee te nemen. Dit doet me een beetje denken aan NARS. En dan heb je de contourkleur en de highlightkleur. Ik zal ze even swatchen.
Nou, dit is dan de contour en de highlight kleur. Ze zijn echt allebei heel creamy. Alleen heb ik niks aan de highlight kleur, want die is veel te donker en ik wil altijd echt een glow hebben. De contour kleur ga ik nou dus proberen. Je hebt ook een handig spiegeltje, is ook wel fijn. Ik ga eerst even mijn neus contouren. Nou, normaal doe ik dit dus voordat ik ga baken eigenlijk. Want nou haal ik allemaal de beek eraf, dus ik ga even de beek er weer een beetje op doen. Dit was trouwens de kleur medium. Je hebt medium, light en dark. Hij is wel echt vrij donker. Dit is een donkerdere kleur dan de normale kleur die ik gebruik van mijn NYX Contour Palette. Maar ik vind het wel mooi. Hij blendt ook echt prima. Ik heb het gevoel dat ik best hard praat. Ik weet niet waarom. Ik contour altijd alleen maar hier en mijn neus. De rest niet, want dat doe ik altijd alleen bronzen. Anders vind ik het altijd te veel worden. Nou, over dit paletje ben ik ook weer super positief. Dit zijn allemaal echt goede make-up producten. Als je dus wat lichter bent dan ik, pak dan de kleur light. Als je wat donkerder bent, pak de kleur dark. Ze vallen dus vrij donker, want ik vind het ook echt best wel donker voor medium. Maar het is gewoon wel goed. Het is mooi, het blendt makkelijk. Ja, het is gewoon helemaal toppie. Nou, ik vind mijn neuscontour nog iets te hard. Dus een tip als je dat ook hebt. Pak de poeder en doe het over je hele neus. En dit mag er weer gewoon gelijk vanaf. Dat blendt het dan iets mooier in met de rest van je make-up. Ook over deze poeder ben ik heel tevreden. Hij gaat heel makkelijk er vanaf. Hij maakt het oprecht heel mooi smooth. Ja, ik heb er echt niks slechts over te zeggen. Het is gewoon goed. Vind ik hem maar echt per se beter dan mijn Beauty Bakery en mijn Laura Mercier? Dat niet echt. Maar ik vind hem als je niet echt elke dag bakt of gewoon een poeder wilt voor over je hele gezicht. En niet per se om mee te baken. Vind ik hem echt goed. Ook voor de prijs niet slecht. Dus ook deze ga ik echt nog gewoon gebruiken. Ik ga deze twee kleuren mixen met elkaar. En dan pak ik een iets plattere smudge brush. En dan pak ik deze rode kleur. En daarmee ga ik er nog overheen, maar iets dichter bij mijn wimperrand. En dan met het kwastje van net, waar ik verder niks meer op doe, ga ik de kleuren nog extra in elkaar blenden. En dan weer een beetje mascara op mijn onderwimpers. Nou, deze mascara maakt vooral mijn onderwimpers echt heel mooi lang. Met mijn Essence mascara wordt het af en toe iets te klonterig. Maar dat doet deze dus niet. Ik vind hem echt heel fijn. En hij is maar 10 euro. Nou, mijn ooglook is in principe af. Ik denk dat ik mijn mening over dit paletje niet meer hoef te uiten. Geweldig. Echt geweldig. Als je dit soort kleuren zoekt, echt. En ze hebben nog veel meer paletten. Dit is echt niet het enige. Ik vind hem echt geweldig. Nou, dan is het tijd om een beetje te bronzen met de W7 Very Vegan Bronzer. Ook hier weer lekker benieuwd naar. Ik gok dat hij te donker is. Ik vind de kleur er echt heel donker uitzien. Dus ik hoop dat hij gewoon prima gaat zijn. Nou, op mijn hand is hij niet per se heel donker. Ik vind deze kleur wel gewoon mooi en hij is mat. Nou, ik doe altijd mijn Benefit Hoola bronzer op. Echt altijd. Dus laat me maar gewoon een keer afwisselen van bronzer. Ik hoop dat deze ook goed is. Nou, wat vind ik van deze bronzer? De kleur is echt geweldig. Hele mooie bronzen kleur. Alleen hij brengt wel een beetje patchy aan. Dat betekent dat hij een beetje vlekkerig aanbrengt. Ik kan het ook echt hier zien bij mijn wang. Hij blendt niet echt heel makkelijk. Dat is voor mij wel echt de reden om hem niet echt meer te gaan gebruiken. Maar de kleur is echt geweldig. Als hij nou echt iets beter blendde, dan was ik hier zo positief over geweest. Want de kleur is echt heel mooi. Ik vind de kleur bijna mooier dan de Benefit Hoola kleur. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Misschien dat ik hem gewoon door de kleur nog wel vaker ga gebruiken. Want als je gewoon een beetje zo doorblendt, is hij wel gewoon mooi. Dat is dus wat ik hiervan vind. Nou, dan gaan we verder met blush. Ik gebruik de NYX Sweet Cheeks Blush Palette. Met allemaal mooie kleurtjes. Je hebt 3 glitterkleuren en de rest zijn allemaal mat. Ik ga voor nu deze kleur gebruiken. Prima blush, joh. Je hebt deze nou voor goedkoper bij Big Bazaar voor maar 9 euro volgens mij. Dus mocht je deze willen, ga niet naar de NYX store, maar ga naar Big Bazaar. Ik vind de kleur wel mooi, lekker gepigmenteerd ook. Ik hoef er niet veel te pakken. Prima paletje. Het is nou niet dat ik er helemaal ondersteboven van ben. Dat ik helemaal denk, top, dit moet je halen. Maar het is gewoon prima. Het is gewoon prima. Meer heb ik niet te zeggen erover. Ik ga even weer met mijn poeder het hier strakker maken. Dit laat ik gewoon even zo zitten. Dan ga ik even highlighter op doen. Ik gebruik de Wet n Wild Highlighting Powder in de kleur Precious Petals. Iedereen is hier zo blij mee, dus ik ga kijken waar de fuss allemaal over gaat. Of dat die allemaal echt zo mooi is. Ik ben benieuwd. De kleur gewoon hier in het doosje zo is al heel mooi. De swatch is ook echt heel mooi. Ik hoop dat die echt net zo mooi wordt op mijn gezicht. Nou, ik ga lekker erin. Ik pak lekker veel zoals ik altijd doe.
is niet echt een hele gouden kleur. Het is meer roze goud. Maar wauw. Jullie kunnen dit ook zien, toch? Heel gepigmenteerd. Echt, deze lijkt gewoon bijna op mijn Anastasia, joh. Heel mooi. Ik had hem denk ik alleen liever iets meer goud gehad. Maar je hebt toch meer kleuren. Dus ik ga kijken of er eentje is die iets meer goud is. Want ik hou toch meer van die gouden dan van het rosé. Maar het is echt blinding. Als je hiervan houdt, van het heftige, dan vind je dit heel mooi. Het klopt echt wat iedereen hierover zegt. Ik ga het ook even doen op mijn neus. Nou, deze highlighter raad ik zeker aan. Vooral voor die lage prijs. En als je echt houdt van extreem, want daar moet je dan wel van houden. Niet iedereen houdt daarvan, dan is deze echt een topper voor jou. Nou, ik heb voor deze video echt goede producten uitgekozen, joh. Nou, voor mijn lippen heb ik hier twee lipstickjes. Ook weer van het merk LOV. En dit zijn de kleuren Angelina's Believe en Selma's Courage. Dit zijn de Brave Nudes lipsticks. Ik ga ze even allebei swatchen. Nou, hele mooie kleuren. Dit is de kleur Selma's Courage. En dit is de kleur Angelina's Believe. Ik ga eerst even Angelina's Believe opdoen. Ik gebruik nog geen lippotloodje, omdat ik gewoon echt alleen de kleur wil laten zien. Nou, dit is echt een hele mooie kleur. Het is een beetje roze-rood, een beetje ertussenin. De lipstick brengt heel fijn aan, ook heel luxe. Hij is heel dik. Hij is niet zo lichtjes, zo goedkoopachtig. Terwijl de lipstick in principe wel heel betaalbaar is. Maar hij brengt echt aan als een MAC lipstick. Want van MAC lipsticks vind ik het fijn dat ze zo lekker dik en creamy zijn. En dat is echt bij deze ook. Dus ik ben hier zeker tevreden over. Ik ga nou Selma's Courage opdoen. Nou, deze kleur is helemaal mooi. Oh my god, deze past ook echt perfect bij de make-up look. Had ik al wel verwacht, vandaar dat ik ook deze als laatste opdeed. Echt ook weer precies hetzelfde verhaal. Is heel gepigmenteerd, brengt lekker dik en creamy aan. Dat geeft me het gevoel dat het niet snel afgaat. Meestal als het zo aanvoelt gaan ze niet snel af. Het is absoluut geen long-lasting lipstick of zo. Dus als je gewoon drinkt en zo gaat het er wel gewoon een beetje vanaf. Het zal ook gewoon afdrukken geven. Maar ik denk dat gewoon voor een normale lipstick deze er niet snel af zal gaan. Heel mooi. Deze lipsticks van LOV, echt top. Nou, dan is de make-up look bijna af. Als laatste setting spray. Ik gebruik de Slay All Day van Gerard Cosmetics in de kleur Lavender. Er staat spray before or after your make-up application to keep your face fresh and flawless. Keeps the skin matte and increases the wear time of your make-up. Dus het zorgt ervoor dat je gezicht mat blijft en je make-up er langer op blijft zitten. En je kunt het opdoen voordat je make-up opdoet of daarna. Ik doe het gewoon altijd daarna. Wat ik ook altijd zoek in een setting spray is dat je ook echt fijn spuit. Lekkere geur ook. Niet echt mijn favoriet. Ik heb een beetje spijt. Ik had een andere geur moeten doen. Maar ik vind hem wel oké. Ik ga hem gewoon even opdoen. Oké, mensen. De geur is echt heftig. Oh mijn god. Heel die geur is helemaal in mijn neus. Echt pak een geur die je echt lekker vindt. Want anders... De geur is echt heel heftig. De MAC Fix Plus heb ik nou in de kleur Rose. Maar die is niet zo heftig als deze geur. Maar ik vind het wel leuk. Ik hou wel van heftig. En dat je de geur lekker goed ruikt. Ik vind hem tot nu toe fijn. Hij spuit ook gewoon heel fijn. Lekker snel. Goed. Ik ben klaar. Dus ik denk dat ik hier ook wel positief over ga zijn. Nou, ik vond het echt heel leuk om deze make-up look te maken. Het is echt lekker heftig. Ik ben nou bezig met het veranderen van mijn beauty room. En ik moet zo meteen naar de Gamma. En dan kom ik daar helemaal zo aan. Echt, die mannen gaan echt denken van wat is er mis met haar? Maar ik was dus over het algemeen best positief over alles. Het enige waar ik dan minder positief over ben is het wenkbrauwpotloodje. Ik ga die niet meer vaker gebruiken. Ik ga het gewoon houden bij mijn NYX Brow Pencil. Want deze is toch niet echt wat ik zoek. De Yves Saint Laurent Concealer. Beetje tussenin. Ik vind hem gewoon de prijs niet waard. That's it. Ik vind hem prima, maar ik vind hem niet zo goed om er echt 40 euro aan te gaan besteden. Als je toch zoveel geld wilt besteden aan concealer, kun je beter een andere kopen die wat meer dekt en iets beter blendt. Voor de rest ben ik echt best positief. Dit paletje, echt. Ik ga er niet eens meer extra over praten. Ik ben er zo enthousiast over. I can't. Deze primer is zeker een van mijn top 3's nou. Deze gaat zeker naast de Hydra Pro Glow. Deze ga ik zeker vaker gebruiken. De Slay All Day, lekker heftig. Lekker een heftige geur. Als je daar allemaal niet van houdt, is dit misschien echt niks voor jou. Want de geur is echt heftig. Dus pak echt een geur waarvan je zeker weet dat je hem lekker vindt. Anders ga je het niet aankunnen. De foundation toppie. Lekker mat, lekker dekkend. Brengt makkelijk aan en een lekkere prijs. Deze highlighter, echt blinding. Voor deze prijs helemaal top. En de twee lipsticks van LOV, echt goede kwaliteit. Echt toppers. Er zijn niet veel betaalbare lipsticks die zo gepigmenteerd zijn en zo lekker dik en creamy zijn. Echt
toppers. Het Sleek Contour paletje, NYX Blush paletje, de W7 bronzer en de Zoeva mascara. Deze vier hangen een beetje in het midden. Ze horen zeker niet bij de slechte lijst, maar ook zeker niet bij de make-up producten van NET. Waar ik echt helemaal niet te spreken over ben. Deze hangen er echt een beetje middenin. Ik vind ze gewoon prima. Ik vind ze absoluut niet slecht, maar absoluut ook geen wow artikelen. Maar deze ga ik wel toch gebruiken, dan wel. Nou, dit was dan het einde van mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Terwijl ik hier aan het praten ben, is er iets gevallen, maar ik praat gewoon verder. Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Laat ook een leuke reactie achter van wat je van de video vond. Als je het niet leuk vond, laat het me ook gewoon even weten. Dan kan ik werken aan wat jij niet leuk vindt. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij de volgende video. En die komt zaterdag en die is ook echt heel leuk, want ik heb hem al gemaakt. Dus die is ook echt top. Dus kom vooral zaterdag weer terug. Doei!